Goedendag, kijkers en luisteraars. Dit is aflevering 187 van het weekoverzicht van het kabinet van de vicepresident. De hoofdpunten voor deze week zijn: Centrale Markt heeft nieuwe marktmeester. Ontevreden EBS-medewerkers vinden open oor bij VP. VP staat open voor samenwerking met Nigeriaanse koning. Sergio Anusa is de nieuwe marktmeester op de Centrale Markt. De protocollen van overdracht hebben op vrijdag 17 mei plaatsgevonden, onder toeziend oog van vicepresident Ronnie Brunswijk. De nieuwe marktmeester is verheugd om zijn nieuwe job te doen. Op de Centrale Markt in de binnenstad van Paramaribo werd vicepresident Ronnie Brunswijk hartelijk ontvangen door de aanwezigen. De marktventers en de marktbezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om een babbeltje te maken met de VP. Dit gebeurde op vrijdag 17 mei 2024. Een periode dat de heer Santewi hals over kop hier het roer moest overnemen. Dat heeft hij goed gedaan overigens de afgelopen maanden. We zijn bijzonder tevreden. We zijn heel erg trots. Het ministerie ROS is heel erg dankbaar. Charles Santewi heeft na het aftreden van de laatste marktmeester ongeveer 5 maanden waargenomen in de functie. Door het tekenen van het protocol van overdracht heeft hij de functie officieel overgedragen aan Sergio Anusa. VP Brunswijk stak de nieuwe marktmeester een hart onder de riem en wenste hem succes toe in zijn nieuwe functie. Wat de regering van u verwacht, de minister, is niks anders dan transparantie, goed bestuur. Ja, dat van ieder gelijk wordt behandeld hier. Dus hier gaan we niet met names en faces, nee, je gaat iedereen onder dezelfde kam scheren. Ja, en dan praten we over transparantie, dat alles moet zijn. Ja, maar ik heb het. Ja, dankjewel. Ja, man. Dat die Tigawan Persie je vier Britten is, is maar welkom. Dat wil zeggen dat je welkom tussen die mensen bent. En ding is maar een vier goed en vier is er voor je tak in, want je maakt niet sterk. Ik denk dat we bestond tak met elkaar, met alle factoren van de markt, om te kijken wat we kunnen aanpakken, samen kunnen aanpakken, omdat ik het niet alleen kan doen. Sowieso gaan we samen moeten werken en het eerste is vergaderen met alle factoren. Werknemers van de NV Energiebedrijven Suriname EBS hebben een open oor gevonden bij vicepresident Ronnie Brunswijk. De werknemers, die reeds enkele dagen in staking waren, zijn op woensdag 15 mei naar het kabinet van de VB getogen. De voltallige groep werd door de regeringsfunctionaris ontvangen en toegesproken, na een petitie aan hem te hebben aangeboden. De EBS werknemersorganisatie OAS in algemene ledenvergadering bijeen op dinsdag 14 mei 2024 om 8 uur in de OAS vergaderzaal aan de Drambrandesgrachten Paramaribo. Gehoord. De uiteenzetting van het bestuur van de EBS werknemersorganisatie OAS en de leden naar aanleiding van de onderwerpen besproken in de uitgeschreven ALV met name. 1. De behandeling van de ontslagkwestie van de OAS-voorzitter. His Royal Majesty King Apostle Chibuzor Shingier van Abia State, Nigeria, is zeer ingenomen met vicepresident Ronnie Brunswijk. Dit vanwege het feit dat volgens hem, hij en de VP één soortgelijk doel nastreven, namelijk opkomen voor en werken aan een betere toekomst voor de nakomelingen van de tot slaaf gemaakten. De Nigeriaanse koning heeft onder begeleiding van Surinames ambassadeur in België, Gilbert van Lierop,
op maandag 13 mei 2024 op het kabinet van de VP zijn opwachting gemaakt bij de vicepresident. VP Brunswijk toonde zich onder de indruk van de kennis van de Nigeriaanse koning en staat open voor kennisontwikkeling en samenwerking met koning Chinyere. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van het weekoverzicht van het kabinet van de vicepresident. We zijn er volgende week weer met aflevering 188. Een fijne nieuwe week toegewenst.